Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Grondwetloof telen vraagt, naast een investering, bijzonder veel kennis en ervaring. De houden tip van Rudy Pashang luidt dan ook, begin niet te groot, zaai eerst een halve hectare in en begin daarmee. Start dus kleinschalig, want je hebt 3 jaar praktijkervaring nodig voor je het telen onder de knie hebt. Goeiedag, ik ben Pashang Rudy. Ik ben witloofteler op zelfstandige basis reeds van mijn 19 jaar. Maar ik ben wel bij de derde generatie in de familie van witlooftelers. Nu, als je zou graag willen beginnen met witlooftelen, dan zou ik eerst adviseren voor ergens op een bedrijf waar ze met grondwitloof bezig zijn, voor toch eens gaan te kijken en eventueel een jaar iets mee te draaien. Dan krijg je wat basiservaring die je later zal helpen voor beter problemen in te schatten. Het is vooral een witloofhof die je zou moeten kunnen creëren, want dat is eigenlijk het kritieke punt voor je witloof goed te krijgen. Witloof in het veld, de wortelteelen, is ook heel belangrijk. Maar een witloofboer valt met het goed of slecht zijn van zijn witloofhof. Daar gebeurt het eigenlijk allemaal. Dus eigenlijk heb je eerst een locatie nodig waar je je witloof wilt forceren. Dat kan je proberen met eventueel eerst wat grondwitloofwortels aan te kopen bij een andere teler. En je probeert waar je je witloofhof wilt maken, of dat die wel geschikt is. Want dat is echt wel heel belangrijk. Een witloofhof die moet dus over een verwarmingssysteem beschikken. Die zou eigenlijk ook over een irrigatiesysteem moeten beschikken. Maar de grond moet ook voldoende luchtig zijn, hij moet waterdoorlaatbaar zijn, hij moet verkruimelen. Het is niet zomaar de eerste, de beste grond die geschikt is om als witloofhof te dienen. Eén keer dat je een goede hof hebt, dan moet je die goed verzorgen, alle plantenresten en zo verwijderen, dat je die in orde kunt blijven houden. Maar één keer dat hem goed is, dan blijft die ook goed als jij hem goed verzorgt. De hof is, hoe zal ik het zeggen, die kan rusten tijdens de zomer. Ja, en dan is die terug in orde tegen dat het seizoen terug begint voor in te leggen. Je hoeft daar geen extra bemesting of toestand. Het enige dat je kan doen is bijvoorbeeld wat turf inbrengen voor de grond wat lichter te maken en het water beter vast te houden eigenlijk, maar toch doorlaatbaar blijft. Ik heb al verschillende jonge mensen bij mij gehad. Ik probeer hun altijd te zeggen, begin met niet te veel, zodat je zicht houdt over met wat je bezig bent. Als je te groot ineens begint, dan beginnen er zoveel dingen gaan te lopen waar je zelf geen controle over hebt. Ik ben altijd voorstander, ik zeg altijd tegen die mensen, zaait u een halve hectare uit en begint daarmee. Maar blijf kleinschalig, want als je te groot ineens begint, dan heb je het ook te veel onkosten. En het zijn toch de eerste 3 jaren die je zou eigenlijk moeten overwinnen, omdat je dan kan je wat praktijkervaring oplopen. En als je dan moet te veel aflossingen doen van onkosten die je gemaakt hebt, dat zou nefast kunnen zijn. Allee, je moet eerst het zicht hebben wanneer dat je witloofwortel voldoende rijp is, voor je hem kunt rooien. Een witloofwortel die niet voldoende rijp is, daar kan je eigenlijk niks mee doen. Die zit nog vol met stikstof, met nitraten, en dat kan nooit geen mooie witloof geven. Dus je wortel moet voldoende uitgerijpt zijn. Maar ieder soort heeft zo zijn uiterlijke tekenen waaraan dat je dat kan bepalen. Het is daarom dat het belangrijk is dat je met je eigen soorten leert werken. En daar kom ik terug op die eerste 3 jaar, dat je moet goed kijken, eventueel aan iemand vragen waar je die soort gehaald hebt voor mee komen te kijken. Dat is echt belangrijk.
Dus als je wilt dan verder groeien, ja, dan ga je moeten toch proberen te zorgen dat je wat familiale arbeidskrachten of externe seizoensarbeiders aantrekt voor tijdens de oogstperiode. Daar moet je rekening mee houden. Je moet vooral voldoende oog hebben voor je bedrijf, want het is dag na dag altijd maar opvolgen. En dat is voor in de beginfase echt heel belangrijk. Je moet dat altijd blijven doen, maar als je wat langer bezig bent, dan, ik noem dat, de trucendoos wordt groter en je bent sneller. Je hebt sneller iets gezien en je kunt sneller op iets reageren, waardoor de fouten minder groot worden. Elk seizoen is een nieuwe start, maar met de ervaring die je hebt, ben je snel mee. En dat is hetgeen in het beginfase dat heel kritiek is voor jonge mensen. Als je dan niet kunt op reageren direct, dat je zou problemen kunnen krijgen in je witloofteelt. Ja, grondwitloof, dat is een overtuiging. Je gaat voor het beste. Je wilt ook het beste. En dat is een manier van leven. Dat draait niet alleen om geld, dat is gewoon de manier van leven. Je wilt de traditie die je ouders, je grootouders gedaan hebben, je zet dat verder met wat nieuwe technieken. Maar ja, dat is een way of life, zoals ze dat zeggen. Ik kan het niet anders formuleren. Dat zijn uw kinderen, hè? Grondwitloof, dat zijn uw kinderen. Dat is net zoals uw kinderen, je zet daar dag in dag uit mee bezig. Je staat daarmee op, je gaat daarmee slapen. Voordat je gaat slapen ga je nog snel naar de schuur, zien dat alles in orde is. En de lichten wel uit, de temperatuur is goed, zit de water goed. Je gaat, is net zoals met kinderen, je bent nooit... Ja.